praktijk zoals wij die zelf hebben, dat is niet geschikt om deze aantallen mensen op anderhalve meter te kunnen vaccineren. En sommigen vinden het ook mooi dat het in de kerk is. Je krijgt wel eens een opmerking van, nu is mijn vaccinatie nog extra gezegend. Nu moet hij wel extra goed werken omdat hij hier in de kerk wordt gezet. Nee, maar vooral de ruimte en de rust. We hebben natuurlijk eerst een religieuze functie voor de vieringen van de Eucharistie en andere dingen. Maar hier de kerk in Stevensweert, die heeft buiten die religieuze functie ook al vaker een andere functie gehad. Bijeenkomsten met dodenherdenking of van die dingen. In die zin is er een beetje een traditie al in Stevensweert dat we de kerk voor dat soort gelegenheden gebruiken. En geeft het dan ook wat extra's om na uw prik even in de kerkbank te gaan zitten? Nou ja, ik moest het kwartier doorbrengen, dus ik denk ik ga maar even zo wat mediteren. Een beetje voor de vrede eigenlijk. Ja, dus daar leent deze omgeving zich prima voor. Ik denk dat we een beetje onze burgerplicht ook op die manier als kerk vervullen. En op die manier meehelpen aan... Hopelijk zo spoedig mogelijk een einde aan deze crisis te krijgen.